De harde schijf of harddisk is het belangrijkste extern geheugen van de computer. De capaciteit wordt uitgedrukt in terabytes. De harddisk kan dus een grote hoeveelheid gegevens bevatten. Fysisch is de harde schijf opgebouwd uit een aantal metalen schijven die op hoge snelheid ronddraaien. Tussen deze platen bewegen armen waarop lees- en schrijfkoppen gemonteerd zijn. Harde schijven worden op het moederbord aangesloten. Via een IDE of Serial Ata Connector.